Welkom bij de laatste editie van Femex Taboe voor dit seizoen. Er is heel veel gebeurd, heel veel afleveringen gehad. We hebben echt 11 afleveringen gehad. En vandaag doe ik een recap om te kijken van, hey, waar hebben we het nou allemaal over gehad? En hoe zit het achter de schermen? Nou, voordat ik daarmee begin, even hier een fragment om terug te kijken. En dat is wel iets wat ik van mijn moeder ook weer heb meegekregen. Voer je strijd in stilte. En als je er bent, dan zien mensen het toch wel. Jij hoeft het niet te vertellen. Ja. Jij hoeft het niet te promoten. Ja. Dus ik merk dat... Ik weet niet eens of dat een toxic trait is. Dat was de clip even van de allereerste aflevering. Die is het meest memorabele. Die is mij echt bijgebleven. Want het ging over vrouw zijn. En ik had hele krachtige vrouwen aan tafel. Vandaag ook hele krachtige vrouwen. Want aan mijn tafel, achter de schermen, zijn deze vrouwen continu voor mij bezig geweest. Alle 12e afleveringen van vandaag ook weer. Dus ik ga ze even voorstellen. Aan mijn linkerhand zit Eloa. En aan mijn rechterhand zit Arjan. En Arjan en Eloa die zijn achter de schermen altijd aan het rennen en aan het doen. En waardoor ik weer een goede show kan neerzetten. Maar goed, Eloa, hoe is het voor jou geweest? En kan je vertellen van de eerste aflevering? Ik wou net zeggen, het is raar om dan jezelf terug te zien op die eerste aflevering. En dan denk je, oh my god, waar zijn die kilo's? Ja. Because my head looked big, my body looked big, everything looked big. Maar het was zo tof om met die drie dames aan de tafel te mogen praten over vrouw zijn. Omdat wij vrouwen dat normaal lieten, doen we dat niet. Ja. Weet je, we hebben het over alle waan van de dag, maar niet hoe voel je je nou precies? Ja. En wat maak je nou mee? En hoe is het nou voor jou? En dat heeft me wel heel erg aan het denken gezet. Maar dat is met alle afleveringen hoor. Voor alle afleveringen die we meegaan, heb ik een stukje mee naar huis genomen. Ja. Dat zeker. En achter de schermen, rennen, vliegen, opstaan. Wat je dan merkt is dat je soms als de vraag gesteld moet worden, Lilian, je luistert soms niet, boy. Serieus. Dan sta ik daar met mijn kaart en mijn tekst en alles voor me. En dan zie ik jou rennen heen en weer. Mensen komen binnen. Ze gaat. Ja, ze gaat gewoon. Ja, het is dan zodanig. Ja. Wat we hebben neergezet is zodanig een gezellige sfeer. Ja. Waardoor als een nieuwe gast, want soms hebben we twee op één dag opgenomen. En dan komt de tweede groep binnen. En die gaat dan zo hard lachen dat die eerste groep denkt van, zo, wat is die gezelligheid? Bruin café. Ja, precies. Ja, inderdaad. Dus ik vind dat we dat wel heel goed, we hebben de sfeer heel goed kunnen bepalen voor de afleveringen die we willen neerzetten. Klopt. En de redactie die jij hebt gedaan, want jij hebt als redactie, redactie gedaan. Ja. En de mensen, jij zorgt dan ook voor de gasten. En gasten preppen, uitnodigen, ze in een bepaalde sfeer krijgen. Ook de verhaallijnen dat ze kloppen, dat mensen persoonlijke dingen zeggen. En dat was bij niet iedereen even makkelijk hoor. Ja. Want ik merk wel dat als je televisie bent, wil je een persoonlijkheid zien. Ja. En als mensen alleen maar over hun werk praten, dan moet je bij Harry Mens gaan zitten. En dan business class, want we willen mensen zien. Precies. Weet je, dus niet bij iedereen even hard geluk, maar bij veel mensen wel hoor. Ja. Zeker. Ja. We gaan even naar een clip terugkijken van jou, de eerste aflevering. En dan zijn we zo weer terug. Ik ben een vrouw op zoek naar balans. Mooi. Want ik weet dat ik heel erg geen balans heb. Want ik ben een vrouw die de moeder is van een 17-jarige die al seks heeft. Super interessant. Oh my god. Nee, ik hoor mezelf het zeggen. En ik ben nu zeg maar een aantal maanden verder. En het is heel gek, maar ik ga het even met jullie delen gewoon. Ik denk dat ik mijn balans heb gevonden ergens. Maar niet in een ander, maar in mezelf. Want ik ben zeg maar vanaf begin oktober zo ben ik gestopt met het hebben van seks. Maar zelfs gestopt met het hebben van seks met mezelf ook. Ja, wow. Dus ik ben zodanig celibaat in mijn hoofd en in mijn zijn, dat daar mijn balans van is gekomen. Ja. Ik heb dit eigenlijk al heel lang. En ik vind het heel moeilijk om na te denken over hoe iemand aan mijn lijf gaat zitten. Omdat ik zo in balans ben met mezelf. Is best wel lastig soms om daar uit te komen hoor. Maar als je koopt de juiste persoon. Dat vind ik dus ook. Nee, ik vind dat ben ik. Ja. Dus de juiste persoon die mag komen friemelen en voelen. Ja. You better do it right. Maar voor mij is het gelijk vrouwen, man. Ik heb ring on it. You gotta do it right, my man. Yeah. Because you are gonna be the last that's gonna touch this body. Dat, precies dat. Nou, mooi. Maar hier aan tafel zit ook, aan mijn rechterhand zit Arjan. En Arjan, vertel jij even wat je achter de schermen allemaal hebt gedaan. Nou, ik heb alle kleding mogen doen, de styling voor Lilian. Dat was gewoon natuurlijk voor mij een snoepwinkel. Zoals jullie allemaal weten, doe ik ook styling. Ik heb een stylingopleiding gevolgd.
En ja, als je dat met je homie mag doen, ja, dat is gewoon... Door jou zag ik er altijd gewoon goed uit. Dankjewel. Het was van make-up tot sieraden, tot wat past bij elkaar, tot mijn schoenen zelfs. Ja. Dat heb jij gedaan achter de schermen. En wat ik ook heel mooi vond, is dat je mij ook toeliet. Want dat is natuurlijk, ja, iemand stylen is ook een dingetje. Hè. Je moet het ook echt voelen. Maar gelukkig was je alle afleveringen, had ik het idee ik dat heb je helemaal straalde. Overgegeven. Ja. Dus, ja. En het was ook heel mooi om terug te zien. Ja. Echt in de afleveringen. Dat ik dacht van, yes. Ja, het ziet goed maar uit. Maar schat, je doet jezelf echt tekort. Want naast de styling heb jij gevlogen, gezweefd. Hadden we eten, waren de gasten niet op tijd. Ja. Vliegen. Jij hebt alles gedaan, man. Ja. Dus heel, zeg maar, het productieteam. Ja, wat productie, was zeker. Jij ook? Ja, ik voelde me zeker ook onderdeel van het team. Ja, maar je was een groot onderdeel van het team. Ja. Want zonder jou konden we, hoorde je alleen maar geknoorde maagden. Ja. En de mensen waren dan niet op tijd. En dan moest je naar beneden de deur open. Nee. Je hebt van alles gedaan. Ja. Dus nog steeds kudos voor dat. Ja, de rust bewaren. Ja. Want het is gewoon soms heel hectisch natuurlijk. Maar we did it. Ja, zeker. Zeker. Nee, zonder deze twee vrouwen had ik het zeker niet kunnen doen zoals ik het heb gedaan. En we gaan wel even naar een fragment kijken, want jij hebt ook in de podcast zitten. We gaan even naar een fragment kijken waar Arjan in heeft gezeten. Nou, als ik ook voor mezelf spreek. Ik heb al van kind af aan heb ik juist meegekregen dat ik mooi ben in dit lijf. En dat werd eigenlijk alleen maar geboost. Dus dat hele body positivity is voor mij... Ja, met de paplepel erin. Met de paplepel ingekomen. En ik heb me ook altijd in staande gehouden. Ik heb me altijd mezelf gevoeld. Natuurlijk was ik voor anderen anders. Maar ik zelf, het heeft mij alleen maar in mijn kracht gezet. Ja, hele mooie fragment. En dat ging over body positivity. Maar ik wil even terug naar die eerste editie. Wat betekent vrouw zijn voor jou? Vrouw zijn voor mij betekent... vrouw zijn voor mij betekent het hele zijn. Het feit dat ik... Ik omarm mijn vrouw zijn. Ik omarm het feit dat ik een vrouw ben. En ik laat dat in alle geuren en kleuren ook zien. Ja, in wie ik ben, in mijn sieraden, in mijn leven, in mijn houding. De dingen die mij boeien. Styling. In mijn styling. hoe ik me representeer. Dat heeft alles met mijn vrouw zijn te maken. Mm-hmm. Ik hou hoog in het vaandel. Heb ik echt hoog in het vaandel. Mooi. Vind ik echt belangrijk. Ik werk ook graag met vrouwen, voor vrouwen. Ja, mooi. En, en wat vond je van de aflevering? Je zat er zelf in, body positivity. Wat vond jij daarvan? Wat is jou bijgebleven? Wat mij is bijgebleven, de uitspraak van Mila. Over dat ze op haar dunst, dat ze daar het ongelukkigste was. Zeg ik het goed? Ja. En dat dacht ik, wauw. Daar heb ik eigenlijk, ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel, dat het je leven zo draagt. Weet je, dat kwam wel, ik werd er ook een beetje emotioneel van. Ja. Natuurlijk, ik ging niet. Ja, haar verhaal was wel aangrijpend, hè? Ja, zeker. Ja. Dus. Maar ik snap het wel hoor, want ik heb zoiets van, ik ben altijd vol geweest. En toen ik mijn gastric bypass werd ik opeens dun. En het was eng hoor. Ja. Ja, mannen die vrienden van je waren, gingen opeens vies naar je kijken. Oh, op een andere manier naar je kijken. Ja, okay. Dus je werd niet meer gehoord voor wat je... Maar of je tieten nog goed eruit zagen. En zo, je hebt echt een bul, je bent echt spang. Dus mijn stem was niet meer belangrijk. Ja. Wat ze zagen was opeens belangrijk. Oh. Waardoor ik best wel door de waarde van geraakt ben. Ik denk oké, ben ik nu echt Beyoncé, joh? Ja, inderdaad. Weet je, terwijl toen ik voller was, I didn't care about you like that. Het was gewoon, passen mijn kleren, zijn mijn ogen schoon. Passen mijn wenkbrauwen bij mijn nagels, let's go. Ja, inderdaad. Omdat het voor mij zo vanzelfsprekend is van... wat ik al zei in de podcast ook. Mijn ouders hebben dat zo positief naar mij gebracht. Van kinds af aan. Dus ik teer daarop en straal het uit. En dat doe ik tot nu toe, tot de dag van vandaag. Ja. En dat ja. vind ik dus best wel, vond ik wel even heftig. Heftig, hè? Ja, we gaan even kijken naar een fragment van Mila. En ik denk eigenlijk het grootste, of wat dat vind ik in ieder geval belangrijk om te zeggen, dat het grootste misverstand rondom eetproblematiek is eigenlijk dat het om eten lijkt te gaan. Maar het gaat niet om eten. Mm-hmm. Dat eigenlijk de anorexia bij mij was heel erg een manier om te gaan met alles wat ik voelde. Hey Eloa, je zei net, je had het net erover van, als je toen je wat dikker was, toen had je heel veel vrienden. En nu dat je wat dunner bent, dan kijk ik op een andere manier naar je. En we hebben het over daten en relaties gehad. Dat was volgens mij de tweede episode, denk ik. Mm-hmm. Tweede aflevering.
Hoe sta jij daar nu in, de daten en relaties? Ik vind daten sucks, man. Daten sucks, grandma's titties. Nee, ik vind... nee, ik vind... Ja. Het hele ding is van... Toen ik voller was, had ik altijd een relatie. Dus ik hoefde me nergens druk om te maken. Ik ging naar huis, ging koken voor mijn vent. Zat met mijn zoon op de bank, was allemaal flat. Maar nu moet je een soort van de dating game. Ja. En eigenlijk de mensen die nog in de dating game zijn... Sorry dat ik mensen ga beledigen, retards. Ja. Weet je, die een soort van... eigenlijk niet op zoek zijn naar een relatie. Nee. Ze zijn op zoek naar die vlugge, die snelle wip. Ja. En misschien een herhaling van die snelle wip. Ja. Het is zelfs zo drastisch geweest dat ik... met een meneer in aanraking ben gekomen. Dacht, oh ja, gezellig. Hotelkamer geboekt, oh gezellig. En dat ik opeens het gevoel had dat die camera aanstond van zijn telefoon. Dat ik dacht, man, nigga. Ja, echt? Serieus? Serieus. Oh nee, sorry. En dan word ik een soort van, oké, I'm gonna give you my best work. Ja. dacht ik dan. Weet je, maar ik moet daar wel openlijk over kunnen praten. Mm-hmm. En toen dacht ik van, oh, wil jij tof doen? Oh, leuk. Toen heb ik wel... Op zijn loa's laten weten dat we niet equal zijn of zo. En nee. Dat zijn dingen die... Ik kan die game niet spelen. Ja. Ik kan dat dating game ding niet spelen. Ik weet niet wat je van me verwacht, man. Nee, maar ik denk dat wat ik dan meestal zie op dating sites... Want soms kijk ik wel. Ik vind het is helemaal niet leuk, maar soms kijk ik wel. En dan zie ik dus dat mannen heel vaak zeggen... Wil een vriendschap. Weet je wel, ik wil een vriendschap. Dus die gaan dan matchen, maar dan wil een vriendschap. En dat vind ik... Ja, ja, dat zijn mannen boven de 60 die niet meer mogen kunnen krijgen. In 2024 vind ik echt brute dating scene. Ja, ik heb het idee dat de mannen die wel een relatie willen... net als mij gewoon thuis zitten. Ja. Dus we gaan elkaar, ik weet niet waar we elkaar gaan ontmoeten. Maar dat is het. Je moet elkaar weer oldschool treffen gewoon. Jawel, zeker. Weet je, op een feestje, een verjaardag van iemand. Gewoon oldschool. Dat je iemand aangaat. Die van de Oude Dijk. Ja. Maar oké. Mag geen namen noemen, maar uit de straat in Kralingen. In ieder geval. Ja. maar dat oldschool ontmoeten van mensen. Ja. En daarnaast moet ik ook eerlijk zeggen. Iemand heeft me een keer benaderd. Fantastische man. Via Facebook. Ja. Maar ik had echt iets van, oh creepy, dacht ik. En toch was ik stoer genoeg om met diegene af te spreken. En met die persoon heb ik 36 mooie dates gehad. Ja. Gewoon elke dag 36 outfits, 36 dates. Mooi. Prachtig. Ja, was een goede date. Dat was echt een goede date. Ja. Echt serieus. Ja. Alleen ik had issues. Hij had dingen. En daarom werkte het niet. Okay. Op dat moment. Want wat ik wel altijd heb, en dat vraag ik mezelf ook af. Vraag ik jou nu ook af, jou dezelfde vraag. Ja. Als je nu bent wie je nu bent en je kijkt naar relaties en daten. Zou je jezelf daten? Wie je nu bent? Jazeker. Ja, zeker. Ja. Ik zou mezelf echt daten. De span. Ja. Ja, en jij? Nou, ik zat dus te kijken... Voor het overlijden van mijn ouders zou ik mezelf daten. Ja. Na het overlijden van mijn ouders, I was lost, zou ik mezelf niet daten. Ja. Nu dat ik terug ben op mijn pad, zou ik mezelf... Sorry, Paul. Die periode. Die periode zou ik mezelf niet daten. Ik was een draak, man. Hoe ik nu in mijn leven sta, de vrouw die ik nu ben. Nee, man. Kom maar. En als het niet is wat ik wil, dan Ja, maar dat is het. Eerder aan die bel trekken. Ja, zeker. Te golpen. Gaan we niet doen. Ja, want vroeger nam je. Ja. Omdat je bij elkaar wilde zijn. Klopt. En nu hoef je niet meer. Nee, nu hoeft dat echt niet meer. En nu moet het gewoon klikken. Nu wil ik het ook niet meer. Nee, snap ik. Ja. We gaan even naar een clip kijken bij Date in Relaties van Francis. En dan komen we zo terug. Eentje die ook ineens bij me te binnen schiet, dat is niet zozeer van ouders, maar dat je moet hard to get spelen. Die heb ik ook. Niet te makkelijk, want ik ben dus echt een jager. Ik kan daar niks aan doen. Ik vind het heerlijk om te jagen. Ja. Maar dan, ik zit ook mezelf, ik voel me zo'n soort van wilde tijger in een kooi of zo soms. Ja. Weet je. Een van de afleveringen die we hebben gehad is Mental Health, wat ergens in december was. En die is was best wel aangrijpend, want ik had dames aan tafel die echt wel een diepte met zichzelf zijn ingegaan en ook eruit zijn gekomen, maar wel heel veel hebben meegemaakt. En je vertelde net, Eloa, over je ouders, toen je ouders waren overleden. Wat heb je met Mental Health? Heb je daar, van nature word ik als kind al gek verklaard, want dat is het, ik ben vierde kind. Dus zij is gek. Dus het wordt altijd, zij is gek. Altijd heb je die, in van die zussen heb je altijd degene die gek is, dat ben ik. Ja. Dus Mental Health, dat en gek zijn betekent dan ook een soort van zwarte schaap, word je daarmee zwarte schaap, associeert. Maar ook anders zijn dan de rest. Dingen niet orthodox doen zoals iedereen het doet. Ja, en veel vragen stellen. Ja, van, de hele waarom tijd, doe je maar zo hoezo dan? Waarom dan? Hoezo dan? Maar hoe dan? Ja. Maar ik snap het niet. Ja. Ik snap het niet, leg maar uit. Hoezo? Dat herken ik nou helemaal niet. Dus mental health is wel een ding. En ik merkte in die aflevering ook dat ik dacht van, oh wauw, heftig. Ja. Dat als je mental health
daarmee bezig ben, dat je ergens in een hoekje wordt geplaatst en dat is het dan. En het is nog erger, want we hebben toen met vrouwen aan de tafel gezeten, maar ik heb het idee dat het bij mannen nog veel erger is. Ja. Zeker. Serieus? Tracy, volgens mij had Tracy het even daar ook. Ja, heeft het ook gezegd. Ja, Tracy had het gezegd. Ga even naar het fragment van Tracy kijken, want die is mij het meest bijgebleven. Ik denk dat we allemaal wel hetzelfde zijn inderdaad, vooral vanuit ons ziel. Maar de mannen kampen ook weer met andere, met een andere thema, zeg maar, van misschien een bepaald soort van pressure. Zeg maar, weet andere laagjes om zich heen dan vrouwen. Ja, klopt. Ja, een beetje in de zin van, weet je dan, als je gaat kijken dan misschien naar een man die altijd heeft geleerd om de provider te zijn. Mm-hmm. En ik denk dat de zwaarte bij hun veel zwaarder is van, oké, en wat doe jij en hoe zorg jij ervoor dat iedereen onder jouw dakje verzorgd wordt? Ik denk dat dat bij mannen heel zwaar is, want als hun dan het gevoel hebben dat ze dat niet kunnen doen, dan voelen ze zich heel erg gefaald. Ja, een beetje een heftige clip van Tracy. Arjan, wat heb jij met mental health? En soms zeggen mensen wel eens van, goh, wat ben jij een sterke vrouw? Wat heb je daarmee? Dan gaan mijn haren al overeind staan, als men dat zegt. Mental health is voor mij, heeft voor mij altijd in mijn leven gespeeld. Ik ben iemand die heel veel wil. Ik ben heel streng voor mezelf. Mm-hmm. Heel streng. Mm-hmm. En dat merk ik dat in mijn hoofd af en toe. Dan heb ik echt dagen dat ik gewoon heel tijd in je hoofd zit. In mijn hoofd zit, letterlijk. En niet eruit kom. Maar er is toch altijd een engeltje of zo die mij dan weer zegt van, hey, kom op. Kom op. Ja. Maar het is wel... Maar iemand zegt tegen jou, zo, want dat horen wij ook. Ja. Vragen, oh, strong black woman. Ja, nee, dat vind ik heel irritant. Mijn nekhaar gaat ook. Maar wat vind je er dan zo irritant aan? Omdat ik dat niet ben. Ik ben wel... Maar wat heb ik eraan om dat te horen? Of tenminste, ja... Ik heb liever dat je zegt van, ik kan me vinden in jou. Of van, weet je, of want soms, ik ben toch wel social media actief. En dat mensen zeggen van, oh, ik zag jou, ik zag een clip van jou of een foto van jou waarin ik dacht van, ik wil heel graag badpakken aan en nu door jou doe ik dat ook. Maar om te zeggen dat ik een sterke vrouw ben. Dus daarom probeer ik ook de laatste tijd ook meer mijn mental health stuk ook te delen. Ja. Niet in de zin dat ik... ook te zeggen dat het ga niet beklaamde ogen op social. Dat je vertelt maar dat ik vertel niet gaat. Dat het niet gaat. Ik trek het gewoon niet. Die Arjan is er ook. Ja. Ja, het is grappig dat jullie dat zeggen. Bij mij, mensen schrikken van mij als ik zeg, het gaat niet. Ja, maar dat bedoel ik. Want als je heel tijd zegt, je bent een sterke vrouw. Eigenlijk, dan te horen, je bent een sterke vrouw. Ja, nee, het gaat niet. En als ik zeg, het gaat niet, lijkt het net of de wereld vergaat. Ja, hoe kan jij nou bedoel. Zeggen, het gaat niet? Ja, want dan kan je nooit kwetsbaar opstellen. Nee. Je kan je nooit kwetsbaar opstellen als ze zeggen, hey, je bent een sterke vrouw. Mensen verwachten dat je altijd sterk bent. Ja. Dat ze altijd bij jou terecht kunnen. Ja, maar dat is dat ding. En ik merkte het bij mij, zeg maar, een periode van mijn leven... Relatie, ik had een relatie met iemand, maar als je een geheim bent in een relatie, heet het geen relatie, we willen het zo noemen, maar het is niet zo. Mm-hmm. Een vriendin kwam met ons in de groep, die is met die kerel er vandoor gegaan mm-hmm. en heel mijn droom spatte uiteen in één keer. Ja. Mm-hmm. En dan kijken mensen even, stel je niet aan, dat kan anderen ook gebeuren hoor. Stel je niet ik had niks meer onder mijn voet, ik zak de grond. Ja. Ik zakte gewoon letterlijk door de grond. Ja. Mensen gingen mij gewoon letterlijk de rug toekeren, omdat ze zeiden van, ja, maar je hebt dit allemaal veroorzaakt. Dit heb jij gedaan. Oh, en ik kom nergens meer aanbellen. Letterlijk niet. En waarom? Ik begrijp. Maar waarom ik moet zeggen ze dat maar, dan? Omdat die dame lelijke dingen op straat ging zeggen over mij. En mensen geloofden het. Oh, zelfs degene waar ik mijn make-up doe. Mijn wenkbrauwen doe. Daar is ze zelf geweest om te vertellen. Een vriend van mij die een winkel had. Broodjes gisteren. Ja, die zus die meisje zus noemen. Zij is slecht hè. Zij doet aan voodoo en dat soort dingen. En ze ging hele lelijk. En mensen gingen erin. Ja. Dus in die paniek van mij wist ik niet meer waar. Ik dacht dat ik letterlijk gek werd. Ja. Toen heb ik een vriendinnetje van mij gebeld. Alice Fortes toevallig. Ja. En ik zeg, Alice, ik trek het niet. Zegt ze, kom. Ja. Ben ik met haar gaan zitten. Toen zei ze, ja, wat wil je doen? Ik zeg, ik moet weg hier. Ja. Toen heb ik dinsdag heeft ze haar reisagenten gebeld. En donderdag zat ik op het vliegtuig naar Cabo. Ben ik in mijn eentje naar Praia gegaan. Ja. Maar dat is voor mij ook wel. Als ik die momenten heb. Ja. De mensen die dicht bij mij staan, die weten het. Arjan komt altijd terug. Ja. Maar ik heb dat echt nodig. Ik moet dan gewoon... Mijn huis is dan echt, dat even is gewoon mijn tempel. Zeg een bubbel. Ja, moet ik even in die bubbel.
En ik heb natuurlijk een echt fantastische man. Ja. Maar ook de en die respecteren dat ook. Dus ik hoef ook geen act te spelen. Ik kan gewoon dat zijn. Zelfs op mijn werk. Mooi. Ik voel jou zo. Maar weet je wat vervelend is? Ik wilde dat ook heel graag in mijn huis. Maar ik heb ook nog een tiener. Ja. Dus wat deed ik? En dan woonde ik samen. En mijn tiener was vervelend. En mijn man deed raar. Ja. En ik keek en ik had zoiets van, oké. En ik zei op alles. Oké. Mm-hmm. Is er kook? Oké. Ben ik naar mijn kamer? Oké. Tas gepakt? Oké. Loop naar de deur? Oké. Mm-hmm. Deur dicht? Oké. Ja, ben je straks? Ja, oké. Ik in de tram gestapt? Oké. Leven af en eruit? Oké. Hotel geboekt, alles uitgemaakt, bubbelbad aan. Laat me. Ja. En dat werkt voor mij. Ja, het werkt voor mij gewoon. Maar dat paniek aan de andere kant, de telefoon gaat uit, hè? Ja. Nee, ja. Man. Ja. Ik kan mij zoveel dragen. Maar ik ben ook dingen gaan onderzoeken, hè? Dat moet ik ook zeggen. Ik ben ook dingen gaan onderzoeken. Want mijn overgang fietst daar ook doorheen. Yep. Ja, we zijn heb ik ook leeftijd ontdekt. Dus er zijn meerdere. Het is niet alleen dat ik heel streng ben voor mezelf. Ja. Dus het is ook wel lichamelijke dingen. Ja. Die spelen. Een van de dingen waar we het ook over hebben gehad is dood en rouw. En ik weet dat jullie allebei jullie ouders zijn verloren. Nou, ik heb mijn moeder verloren. En we gaan even naar een clip kijken van dood en rouw. Ik zeg de dood, wat ik net zei, de dood kiest geen tijd. Hè? Nee. En ik geloof dat wanneer een moeder een kind verliest, dat we een schuldgevoel gaan dragen. Maar weet je, wij hebben die macht niet. Wij bepalen dat het lot niet. Ja, voor mij best wel heftige aflevering, want ik ben zelf mijn moeder verloren. Wat is jou het meeste bijgebleven van die aflevering, Arjan? Nou, het stuk dat jij het had over hoe jullie uit de, hoe zeg je dat? De dag met wijn en zo en dat soort dingen, het schenken van wijn. En hoe mensen daarop hun eigen draai aan wilden geven. En jij daar een stokje voor hebt gestoken. Ja. Nou, dat mijn moeder niet van de alcohol was. En dat ik dat gewoon heb uitgedragen toen ze was overleden. Ja. Ja. Nou, toen mijn vader stierf, moest ik de uitvaart helemaal alleen doen. Want het is wat het is. En dat, maar toen mijn familieleden, die vonden dat nogal, maar je moet 3 dagen... Nou, mijn vader die had niks geregeld, dus ja, en die wilde niet dat ook nooit over praten. Dus ja, als je dood bent, dan heb je ook niks te zeggen, hè? Ja. In mijn perspectief. Ja. Maar men stond erop van, maar er moet 3 dagen, er moet gezongen worden, er moet dit, en er moet. Ik kreeg lijsten met dingen die ik moest halen. Nou, toen dacht ik, maar dat ga ik helemaal niet trekken. En papa was ook niet zo een persoon. Mm-hmm. En ik had gewoon daar mijn eigen idee over. Ik ga ook niet in een aanleunwoning 300 mensen ontvangen met alsof het een feest is. Ja. Dus daar werd ik wel op mijn. Dat werd niet gewaardeerd. Mm-hmm. Mensen waren echt boos op mij. Ja, precies. Ja. Totdat ik zelfs de lijkwasvereniging. De vereniging was echt boos. Ik zei: nee, 1 avond en is klaar. Oké. Okay. Ik wil dit gewoon ook in alle rust. En ik wil het gewoon op mijn manier doen. Ja. Wat ik denk dat goed is. Ja. Maar we gaan niet 3 dagen, 3 nachten doorhalen. Ja, precies. Weet je? Kijk, ik had zo. Kijk, bij mijn moeder bijvoorbeeld. Mijn moeder had zelf alles kunnen regelen. Weet je, zij wist dat ze ziek was. En, en die heeft dat gewoon allemaal in de puntjes geregeld. Dus dan ga je niet daar. Dat zou disrespectvol zijn. Maar dat was wel even een dingetje, hoor. Ja. Dat we mijn nichten zeiden, tradities en je. Ja, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar, ik vond het lastig. Als ik naar mezelf kijk, bij het overlijden van mijn vader was het in Suriname. Dus dan ben je een hele ander continent, moet je van alles gaan doen. Mm-hmm. En gelukkig was een van mijn zussen, want we waren al van plan om naar Suriname te gaan. Ja. En had nog even 10 dagen gewacht, dan waren we er geweest. Ja. En, maar mijn vader was dood in de stoel. Ja. Hij was al weg. Klaar. Ja. En hij deed het niet. Hij wou daar niet over praten. Nooit. Nee, mijn vader... Je kaart deed de gimme. Hij werd boos. Maar naar mijn vader hebben we in de laatste. Ik heb een soort van. Heel raar. Als ik nu terugkijk, heb ik met mijn ouders een soort van afscheidstoer mogen doen. Zo. 7 jaar afscheidstoer. Ja. In die zin van 7 jaar lang elke keer naar Suriname om hun samen te zien met kerst. Lepeltje, lepeltje, allebei in Pampers. Oh. En dus ik heb dankjewel kunnen zeggen voor wie ik nu ben. Mm-hmm. Maar toch komt het overlijden dan toch als een bliksem bij heldere hemel. Ja, zeker. En, komt dat als een dief in de nacht? En mijn vader die overleed 2018. Mm-hmm. 8 december 2018 is hij overleden. En ik weet nog dat een van de laatste gesprekken die met hem had, had hij gezegd van, hey Bolle, want ze noemde mij liefkozing. Yeah, body positivity. Ja. Hij zei, Bolle, luister dan, let goed op je moeder. Ja. Als je niet goed op je moeder let, kom ik te halen. En hij heeft mij gewoon
twee jaar de tijd gegeven om op mijn moeder te letten. Maar toen kwam corona, dus ik kon niet meer. Ja, ja zeker. Ja. Dus mijn moeder die is overleden tijdens corona. En het is net Tinder. Dan moet je een kist gaan swipen en zo. Ja, zo. Bloemen gaan swipen en zo. Ja, ja. Ja, dan moet je hopen dat je internetverbinding... Ja. En die van je zussen allebei even krachtig zijn. Ja. En opeens ben je alleen met de ondernemer. En geen zus is online. Oh, want de computers werken niet. Of internet is er niet. En dan komt er toch een zus bij. En de zus gaat weer eraf. Want het was heel... Wie nodig je wel uit, wie niet. Nou, we hebben een grote familie. Ja. Maar dan mogen maar 60 mensen binnen. Ja. Dus ik heb het wel voor elkaar... Ja, het was heel gek. En ik heb het wel voor elkaar... Omdat mijn moeder noemt zichzelf gekscherend de koningin van Krooswijk. Ik heb het wel voor elkaar gekregen dat we met de band... Nee, ik heb de wijkagent gebeld. Zeg, ik luister dan Keel. Want zo was ik, was in mijn grof. Luister dan Keel. Mijn moeder is overleden. We gaan lopend vanaf Goedzee naar de begraafplaats. Ja. Als jij durft boetes uit te delen. Duidelijk. Ik was heel duidelijk. Je was heel duidelijk. Ja. Oh my God, en wat hebben we dan gedaan? Ah, mooi. Dus we zijn langs de Krooswijkse straat gegaan. En winkeliers kwamen naar buiten. En ik kan nu achteraf kijken. Vrienden en vriendinnen stonden langs de weg om een roosje voor mijn moeder achter te laten. Oh, man. Dus we hebben het echt wel voor elkaar gekregen. En twee van mijn vriendinnen stonden op begraafplaatsen of van de begraafplaats af. Met de foejado en de ikse koeken. Dat iedereen een bakje toch nog zijn koek mee kreeg. Er waren kleine flesjes met alcohol, zodat we even nog konden snijden. Ja. Maar nu je dat zegt, want net als bij mijn moeder. Weet je, nou echt, mensen kwamen met pannen. Met heel Rotterdam-Zuid. Ja. Dus ik denk, ik ken heel die mensen niet. Ja, ja, ja. En daar, weet je, maar daar kon ik het ook, dat ik dacht van, dit was ook mama. Ja. Ja, dit was mama. Ja. Ja. Weet je, dit was echt, ik ben ook echt, ik denk, ik was moe om handen te schudden. Dit was ook zo bij mijn moeder. Maar als je het hebt, we gaan terug even naar die sterke vrouw. Ja. Dit is waarom ze, denk ik, ons dus sterke vrouwen noemen. Want je draagt gewoon heel veel. Ja. Ja. Kan je dragen, maar is je rugzak soms niet te zwaar? Ja, mijn rugzak is vaak te zwaar. En dan probeer ik onderin een gat erin te maken en laat het leeglopen. Ja. Maar dan worden er nog meer stenen bovenin gezet, waardoor dat... Weet je, en het is... En stenen gaan niet door die gat, hè? Nee, stenen gaan niet door die gat. Dat is het hele ding. Ja, het is wel zwaar. De koortjes vallen eruit. Ja. Het is wel zwaar, maar ik merk wel dat ik nu mijn energie wel anders verdeel. Mm. Eigenlijk sinds corona. Mm-hmm. Dat ik wel echt wel meer bewust ben van... Wat wil ik wel en wat wil ik absoluut niet? Ja. Ook met vriendinnen, ook met mijn familie. Nou, ik ga niet meer doen dan ik wil. Het is lelijk wat ik nu ga zeggen, maar ik hoop dat het ergens in begin... Ergens ben ik na het overlijden van mijn moeder eerst in de put geraakt, want zielig, zielig, zielig. Maar nu weer gaan leven, weet je waarom? Die angel is eruit, de angst is eraf, want het telefoontje komt nooit meer. Ja. Het telefoontje waar we al die jaren bang voor waren, komt niet meer. Komt niet meer. Nee. Want die is al geweest. Die is al geweest. Ja. Weet je, en ik weet voor mezelf ook, en vandaar dat ik met de rouwmonologen ben begonnen. Toen mijn moeder overleed, ik wist dat het eraan kwam. Ik heb alleen maar gebeden dat ik tegen hem zeg, ma, alsjeblieft, ga niet dood op 6 april. Ja. Want dat is de verjaardag van Sky, je achterklein klein kind. Oh. En dan kan ze nooit meer haar verjaardag vieren. Ja. Enzovoort. Ze wordt 6. Oh. Laat haar alsjeblieft met rust. Laat haar alsjeblieft 6 worden. Ja, En ergens heeft ze me gehoord en is ze 8 april gegaan. Oh, ja, hoe mooi. Mooi. Nee, hoe maar mooi ik, is dat? Ja, dus dan heeft ze gewoon de verjaardag nog gewaard. Maar achteraf hoorde ik, mijn vader is mijn moeder letterlijk kwam halen. Want de dames die daar werkten, even de dames woont bij mij in de straat. Die zei, ja, je had ook een soep voor je moeder gebracht. En ze was aan het eten. Toen zei ze tegen mij, kijk, zie je niet? Die man is mooi daar, zie je niet? Zegt ze, nee, mevrouw Uutje, ik zie het niet. Die man daar, hij denkt, oh, is mijn man. Hij wenkt dat ik moet komen. Oh, hij is gewoon letterlijk is er komen halen. Oh, ja. En het was drie dagen voordat ze overleed. Supermooi. Mooi om te horen. Ja. Ja. We gaan even naar een clip kijken. Zijn we zo meteen weer even terug. Op seksualiteit heerst een enorme taboe. Dat ervaar ik soms ook. Ik durf er bijna soms niet over te praten als ik ergens ben. Wat vinden jullie daarvan? En vooral bij vrouwen is dat heel erg. Heb ik gemerkt hoor. Ja. Ik denk zelf dat taboe bij mannen zowel vrouwen is. Omdat er bepaalde verwachtingen zijn. Het heeft te maken met cultuur. Het heeft te maken met wat vindt men normaal en wat wordt geaccepteerd. Het is een cultureel ding soms. Ja. En persoonlijk vind ik dat de ruimte om elkaar echt te horen mist. Zo, deze episode ging over seks en liefde en seksrelaties. En we hadden wat interessante gasten. Dat was echt een hele interessante aflevering. En wat Arjan, wat jou is bijgebleven, zei je van... Nou, dat is falling in love or growing in love. Ja. Wat mij is bijgebleven is wat Juliette zei bij de seksdrive... en die zei toen dat zij een date had. Ja. En dat zei, ik ga niet zoenen.
En dat ze toch, toch heeft gezoend tijdens de eerste date. Dat is mij een beetje bijgebleven. Het ging over een seksdrijf. Wat is jou bijgebleven, Eloa? Dat Coco zo knap is. Oh ja, Coco. Oh my god, wat is zij verschrikkelijk mooi. Ja, mooie vrouw. En het intrigeerde me ook dat zij zeg maar in haar werk... Dus ze heeft een fans-only pagina. Maar ook dat ze straatprostituees begeleidt. Ja. Weet je, in haar werk. Dat is me bijgebleven hoe ze uitgelegd hoe dat werkt. Dat vond ik heel erg... En wat ik me ook opviel, dat... ik weet niet meer hoe ze heette, die dame aan het einde van de bank... die haar leven celibaat leefde omdat ze aan het wachten was op haar man. Ja, klopt. Ja, en was ha-ha-ha toen ze het zei. Ja. En nu doe ik gewoon verdikken met zelf. Ja, erg hè. Ja, ik haal even twee dingen door elkaar. Ja. Want we hebben het over seks en relaties. Ja. Ja. En de seksdrive, daar zit... daar gaan we even nu naar kijken. Ja. Daar gaan we even nu naar kijken. Voor mij is love sowieso een werkwoord. Want ik denk dat veel mensen... are falling in lust. Ze vinden iemand aantrekkelijk. En dat kan niet, dat hoeft niet alleen uiterlijk te zijn. En dat kan ook iemands persoonlijk en innerlijkheid zijn. Maar je voelt je aangetrokken en je wil graag iets met die persoon. Maar de liefde komt pas later. Dat is als je echt elkaar leert kennen. En als je inderdaad die intieme gesprekken aangaat. En dat je weet van, oh ja, ik kan met deze persoon door de dalen, maar ook door de pieken heen gaan samen. Nou, dat ging even over seks en relaties. En er zaten wat interessante dames op tafel, zoals Coco en Nadira. En jij had het over, zeg maar, celibaatleven. Nadira, die is echt celibaat. Wat voor ruimte heeft het gemaakt in je geest en in je lichaam? Nou, wat ik eerst wil zeggen is, wat ik eerst had, wat voor ruimte het heeft gemaakt, ja, mijn scheermesjes, dat vooral. Ja. De ruimte wat ik scheer niks. Let it grow. Ja, zo. Ik heb vlechten gewoon dreads. Ja. Maar in ieder geval, maar wat het deed is, toen ik Nadira het hoorde zeggen, dacht ik, ach, kind. Ja. Maar nu dat ik het leef, snap ik wat ze beleeft. Weet je, want het laat heel veel meer ruimte over om bezig te zijn met je innerlijke zelf. Met de groei van jezelf. Waar sta je nou precies? Wat vind je wel? Hoe vaak laat je mee? En wij vrouwen doen het allemaal, meeslepen in de lusten van de man. Ja, klopt. Weet je, misschien wil je niet, maar je gaat toch liggen. En dan 3, 2, 1 hopen dat het voorbij is. Weet je, omdat wij liefde en seks verbinden we ergens. Verbinden we elkaar, terwijl het helemaal niet is. Die intimiteit is wat je groot maakt. De liefde, de seks is wat je dik maakt als je kind moet krijgen. Weet je dat? Ja. Maar ja. Het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Natuurlijk willen we seks hebben met degene die je lief hebt. Ja. Maar heel veel mensen hebben gewoon seks omdat het seks is, hè? Ja, klopt. Ja. En toevallig had Coco daarover. En vroeg ik aan haar van, wat is het verschil tussen... volgens mij vroeg ik dat tussen seks en intimiteit. Is dat hetzelfde? Of we gaan even naar die clip kijken met Coco. Voor vrouwen is seks en intimiteit is het veel gelaagder. Omdat onze seksualiteit niet te maken heeft met de bewegingen die je doet op je lichaam. Maar vooral, het begint in je hoofd. Ja. Kijk, voor alle mensen begint het in ons hoofd natuurlijk. Hè, want mannen zijn ook visueel. Maar voor vrouwen is daar nog wel een extra laagje aan. Omdat het gewoon meer inspanning en intentie en moeite kost om een vrouw zich goed te laten voelen. Ja. Dat weten we al door met onszelf te spelen. En ik denk dat ook wel een mooi iets is met intimiteit. Ik zeg altijd, er zijn eigenlijk twee... soort van, het is tweeledig. Je hebt je intimiteit met jezelf, waar je mee begint. En als je daarin comfortabel bent en een bepaald vertrouwen en liefde voor jezelf en weet wat je lekker vindt en fijn vindt, dan wordt intimiteit met een ander ook makkelijker. Nou, mooie clip van Coco, die legt heel goed uit tussen wat het verschil is tussen seks en intimiteit. Dan gaan we even terug, want ik vertelde net over Juliette. Die vertelde over haar eerste date en dat ging over seksdrive. Hadden we drie hele leuke dames op onze bank. En Juliette vertelde de eerste keer dat ze een date had. Toen zei ze, ik ga absoluut niet zoenen. En het eerste wat hij deed is, toen ze de raampje opendeed, toen gaf hij haar dus een zoen. En dat vond ik heel grappig om te horen, want het was echt heel stellig in van, dat gaan we niet doen. Wat is bij seksdrijf, wat is jou daar bijgebleven? Wat is mij bijgebleven? Seksdrijf. Zo snel weet ik het. Ik ben het even kwijt, eerlijk gezegd. Ja. Nou, als ik het terug mag brengen naar mezelf... Dat ik zoiets heb van, wat ik merkte ook in het gesprek, is dat als je het kijkt in deze tijd, wij als vrouwen, we pieken veel later dan mannen. Mannen zijn na hun 25e down the hill. Ja. En wij beginnen dan pas met up the hill. Up the hill. We beginnen de libido. Ja, nee, nee,
Ja, libido gaat echt omhoog. Libido gaat echt omhoog. Zeker. Daar sluit ik me bij aan. Ja, maar je bent dan net een jongen van 25. Dan kijk je gewoon naar mannen en dan kijk je doen of niet doen. Zo kijk je. Zou ik hem doen, zou ik hem niet doen? Zou ik hem doen, zou ik hem niet doen? Nee, nu is het gewoon ik doe. Klaar. Ja, zou ik hem doen, zou ik hem niet doen? Best friend. Of, wat zou ik met hem doen? Ik heb niks te verliezen. Nee, maar dat is het. Laatst heb ik ook gelezen, is dat jongere mannen nu echt daten met oudere vrouwen. Omdat daar die libido gewoon heel hoog is. Omdat je dan matcht. Dan match je. En mensen van mijn leeftijd zijn... Sorry mensen van mijn leeftijd. Maar die doen heel erg gezapig. Die doen heel erg een soort van... of Viagra. Of je weet toch? Ja, om bij te houden. Ja. Niks mis mee, hè? Nee, is niks mis mee. Maar ik heb zoiets van... if you know my, you know man. Niks mis mee, maar kom mij niet zoeken. Nee, dan hebben we Want problemen. Wat kom je doen dan? Precies. Ja. Nee, maar als we het over drive hebben, nee, daar sluit ik me volledig aan. En ik kan je nagaan, hè? Ik leef mijn celibaat, maar de drive, het is wel dat ik zelf, niet dat ik ijsklontjes moet zetten of zo, maar ik kan nog steeds, mijn ogen zijn nog steeds open. Ja, toch? Maar het is de uitkomst voor mij moet een andere. Dus ik kan niet hetzelfde blijven doen en een andere uitkomst verwachten. Klopt. Ik moet veranderen, wil ik een andere uitkomst krijgen. Nee, maar de drive, Stella got that group. Ik kan het zeggen, I'm still driving. Ik vond de clip waar Zoa zei, vrouwen zijn aan de top, vond ik echt, dat ik dacht van, dat is eigenlijk best wel zo. Ik weet niet of dat leeftijdsgebonden is, weet ik niet. Maar we gaan even naar die clip kijken, wat Zoa toen zei. Dat het vrouwelijke principe leidend is. Dus dat wat wij zijn vergeten in het collectief, is dat het vrouwelijk genot aan de top. En hoe zeg je dat? Zet je dat vooraan? Nou, dan is er voor iedereen genot. Eloa, jij vond daar bijzonder, wat van. Ja, bijzonder clip sowieso. Ik vind zo'n sowieso een bijzonder mens. Ja, heerlijk. Wat het is jonge meisjes, jongere vrouwen, zijn seksueel niet aan top. Die geven het weg omdat ze niet weten wat ze ermee moeten. Mannen, jonge mannen, doen alsof ze weten wat ze doen. Maar die hebben die ook doen het gewoon. Die doen het gewoon, maar ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Ja. Pas als je die connectie geestelijk met die man kan maken met wie jij gaat liggen. En jezelf durft te zijn en zeggen, links vind ik lekker, rechts minder, boven vind ik lekker, beneden minder. Dan kan je tot het spel komen waarbij je allebei tot een soort van climax kan komen. Ja, zeker. Tegelijkertijd, niet op dezelfde moment, maar wel in dezelfde sekslijn. Ja. Maar je moet dan wel durven te uit. En weet je, we leven in de maatschappij, we zijn veel te snel, we durven niet. Ja. En jij niet, dan maar je zus. Jij niet, dan maar de buurvrouw. Dus klopt. Het bouwen... Heel snel. Ja, het bouwen... De connecties Dat is het. Het bouwen naar intimiteit heeft tijd nodig. Ja. Ja. Als je met iemand gaat, en het is heel cliché... Als je zeg maar die 90-day rule hebt, weet je... Dan kan je elkaar leren kennen. En dan denk, want mensen vergeten, op het moment dat je met iemand ligt... Deel jij je energie. Ja, energie. Alles. Ja. Diegene. Ja, ja maar dus die persoon deelt ook zijn energie met jou. Het is een uitwisseling. Laat een print achter, een soort van dataprint in je vagina achter. Ja, klopt. Als hij daar is geweest, hoe dan ook. Ja. Weet je, eigenlijk moet een soort van meter moeten ze maken. Zo'n padje dat je dan gaat scannen bij die vrouw. En dan weet je wie er zijn geweest van tevoren. Ja, dan kun je doorlopen of niet. Maar mannen daarentegen nemen... en het hele ding is, als je die energieën deelt, lijkt het op verliefd zijn. Maar it's just the dick you got. Ja. Want hij heeft zijn hart er niet in gezet. Het gaat verder. Ja, ik vraag me af wat er gebeurt als je als je een relatie hebt en je haalt even de seks eruit. Dan moet er nog wat meer overblijven dan alleen de seks. Ik vind het heel verpand dat je die vraag stelt. Ik ook. Ja, weet je waarom ik het verpand vind? Dat betekent dat je hem nog niet hebt ervaren zo. Ik weet dat er zijn mensen om me. Ik weet wel dat ik zeg maar in een relatie ben geweest waarbij we 2,5 jaar geen seks hebben gehad. Ja, maar ik wil zo'n relatie. Dat als ik de seks eruit haal, dat er echt veel meer overblijft dan alleen maar dat we dat als connectie hebben. Ik heb dat mogen ervaren. Ja. Ik heb dat mogen ervaren. Ik wilde niet te diep op ingaan, maar ik heb dat mogen ervaren en het is er. Want die connectie is er. Die connectie is er. Zoals je nog steeds kan lachen, eten, plezier hebben en dan weet je en naast elkaar wakker worden en zeggen goedemorgen. En that's it. Ja. En man heeft een operatie. Was er een andere intimiteit? Een andere intimiteit, maar ook intimiteit. Ja. Dus het bestaat. Je, het is er. Het is er. Maar je moet het wel opbouwen met elkaar. Dat is het. Ja. En het moet dieper dan lobby. Het belangrijkste met alles is als het gaat over seksualiteit en intimiteit is het woord veilig. Ja. Voel ik me veilig bij jou. En ik moet ook even erbij zeggen, ik vond het natuurlijk heel eng. Want dat is niet wat ik gewend ben. Nee. Ja.
Maar zo zie je hoe dicht wij dus bij elkaar staan. Ja, vind ik heel interessant. Want misschien kan jij aangeven hoe jij daarmee bent omgegaan. Ja. Want dat kan een andere vrouw weer motiveren. Ja. Die in een relatie zit. Ineens de man lage libido, zijn hoge libido. Ja. 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 Nou, het was wel lichamelijk natuurlijk. Was lichamelijk. Hij heeft een operatie toen ondergaan. Uiteindelijk is alles goed gekomen. Maar we waren wel even van, hey, waar gaat het heen? Mm-hmm. Je krijgt natuurlijk prognoses van de arts. Ja. Wow, wat gaat hier gebeuren? Ja. Maar zo zie je van, ja, als die lobby daar is, die connectie is er. Maar ja, ik moet ook zeggen, we hebben een relatie van 20 jaar. Dus ja, maar het stelt de relatie wel op de proef. Maar het is er. We zijn er. Het was gewoon diepgang. We zijn er, diepgang. Ja. En lekker knuffelen, heerlijk. Oh. Ja. Oh, dat is heel fijn knuffelen. Ja. Lang niet meer gehad, maar goed, dat komt wel goed. Ja, dat komt zeker goed. Komt wel goed. Op voor Lily. Maar ik vind het heel mooi. Knuffels gewend. Knuffel. Ja, knuffels gewend. Ja, heel veel knuffels. Ja, ja. Hey, we gaan even naar een clip kijken en we zijn zo weer terug. Allereerst, ik denk dat ik nu pas op dit moment in mijn leven voel hoe het is om geen PTSS te hebben. Oké. En ik ben opgegroeid in een gezin. Mijn moeder heeft me alleen opgevoed toen we 2 jaar waren. Zijn we vanuit Suriname naar Nederland toegekomen. Je bent ook in Suriname geboren? Ik ben in Suriname geboren. Okay. Ja, weet je, zij, ik heb van de verhalen om me heen gehoord in de familie. Ik ben heel open dat zij met mij gevlucht is vanuit Suriname. Mm-hmm. Omdat ze in een gewelddadige huiselijk geweldsituatie zat. Dus ik kende sinds dat ik in de buik zat van mijn moeder niks anders dan PTSS, dus angst. Ja. En van waaruit de trauma dus is voortgekomen. Mm-hmm. Dus ik kon me niet echt een leven voorstellen zonder PTSS. Het was echt zeg maar een onderdeel van mij geworden. We hebben net een clip gezien en dat ging bij de aflevering PTSS. De clip van Priscilla. En die is me heel erg bijgebleven, want ik begon mezelf te kijken van oké, wat zijn mijn triggers en is dat dan een PTSS? Had jij dat ook toen je dat zag met haar? Want ik vond het heel heftig. Ja, ik vond het ook heel heftig. Dus ik had wel zoiets van, ik heb me eigenlijk nooit zo verdiept in PTSS, maar toen ik de dingen die ze aanhaalde, dacht ik, nou, Arion, volgens mij heb je er ook wel een paar. Heb je er ook last van? Ja. Heb ik er ook wel last van. Ja, zeker. Want ik weet dat mijn moeder is overleden in het Antonius in de Binnenweg. Ik weet dat als ik daar langs liep, dan het gebouw was er voor mij niet. Het was echt zo. Het leek net of iemand daar stond en gewoon zegt doorlopen. Ja. En dat was voor mij echt een trigger. Toen ik haar zo hoorde, dacht ik gelijk aan dat van. Mm-hmm. Ik ben nooit meer daar naartoe gegaan. Ik loop daar ook niet graag. En als ik er loop, het gebouw bestaat gewoon niet voor mij. Ja. Dus dat was. Ik heb wel, ja, dat klopt. Ik ben toen mijn moeder stierf, ben ik een jaar niet meer op Rotterdam Zuid. Ik ging niet meer met de metro. Mm-hmm. Ik ging echt met de bus. Ja. Zodat ik niet langs haar. Want ja, ja, als ik langs de metrobaan, zij woonde langs de metrobaan. Mm-hmm. En ja, dat was gewoon. Herken je dat no-go. Een beetje of? Sorry. Ja. En wat ik ook heel erg had, ook de mensen, haar vriendinnen, want constant. Oh, kleine Lucia. Oh, ja, ja, ja. Dat trok ik gewoon echt niet. Ja. Mijn moeder wou niet dood. Ja. Maar omdat ze niet wist wat er aan de hand was. En ze haar ook niet vertelde wat ze. En ze mocht ons allemaal niet zien, want het was corona. Ja. Dus de dag dat zij overleed, wist ik ook dat ze zou gaan. Ik wist het. Mijn ziel wist het. Mm-hmm. En ik heb daar voor de deur gezeten en ik ging iedereen terroriseren. Ja, jeetje. Echt serieus. Ja. En toen zeiden ze, ja, als de arts komt en ze is terminaal, dan mag je naar boven. Ik zeg, wat zeg je nou precies tegen mij? Ja. Hoe komt die terminaal in die zin terecht? Precies. Wat zeg je? Ja. Ja, zeker. En toen was de arts en die is de achteruitgang weer eruit gegaan. Toen zeiden ze van, oké, ze is nu terminaal, gaan we naar boven. Maar dan moet je wel je eigen veiligingskleding bij je hebben. Oh. Dus en pak en bril en handschoenen, alles. Ja. Gelukkig had ik alles in mijn tas. Ja, jeetje. En toen zag ik daar liggen, dacht ik van, ja, maar dit gaat niet worden. Zeg, ik ga maar weg. Ja. Ben ik maar te gaan zingen, ben ik maar te gaan bidden. Ja. Ja. Gesproken, zingen, bidden. Nog foto gebroken, de barba weggehaald. Foto met de gebroken. Mm-hmm. En toen werd ik moe omdat ik er 2 uur bezig was. Ik zeg, maak even een muziekje doen, gaan we zo verder, ja? Ja, precies. En ik draai me om en ik hoor. Yes. Ja. Ik was ook de dag dat zij, de laatste dag was ik er ook bij. Mm-hmm.
was thuis, maar nee, dat is echt een film. Ja, ja, dat is erg. Hele gekke. Een film, hè, ja. Ik denk, wat is hier aan de hand? Ja. Echt, Nienke en Priscilla, die hadden het over generatietrauma's. Hè? Ja. Dat trauma's die je van generatie op generatie meemaakt. We gaan even naar de clip kijken. Ik heb meer dingen meegemaakt. Mm-hmm. En ga ik een ander voorbeeld geven. Dat heeft wel met seksueel misbruik te maken. Ja. Ja. En toen kreeg ik mijn eerste dochter. En dat was een grote trigger, want ik was gewoon paranoia. Mm-hmm. En het kind kon gewoon bijna niet meer ademen. Ja. Iedereen was een potentiële dader. Ja. Zeg maar. Mm. Dat ik dacht, wow. Maar ook bijvoorbeeld dat ik toen op mijn 18e wit met mijn vader een hapje ging eten. Ik besefte in één keer van, hé, ik geef alles op jou af. Dan heb ik, hij was verbaasd, want ik gooide hem gewoon in diepe. Zei me, ik wil eigenlijk sorry zeggen, want ja, mama is er niet meer. Maar al die boosheid naar mama gooi ik ook op jou. Ja. Ik heb heel veel momenten mm-hmm. In het leven. De eerste man met wie ik was, de vader van mijn oudste dochter. Ja. Zwaar narcistisch. Mm-hmm. Ik moest er ook achter komen dat ik hem constant aan het voeden was. Ja. Ik moest op een gegeven moment ook naar mezelf kijken van oké, waarom gaat dit door? Want ik wil van hem af, maar ik wilde nooit politie erbij. Ja. Maar los van dat, wat maakte dat ik ergens... En dan moest ik er toch achter komen dat ik gewoon 7 punten van de 10 van Stockholm-syndroom kon afvinken. Mm-hmm. En ik was eigenlijk gewoon zijn supply. Ik was hem eigenlijk gewoon... Ik hield het zelf ook in stand. Ja, best wel heftig deze episode. Die heeft mij echt het meeste bijgebleven. Wat vond jij daarvan, Arjan? Nou, dat is natuurlijk wat Priscilla aangaf, dat ze natuurlijk heel moeilijk heeft gehad met haar moeder en haar hele gezinssituatie. Mm-hmm. En dat ze nu ziet dat haar moeder, dat zij en de moeder weer zo'n mooie band hebben. Dat er echt heel veel dingen toch wel doorbroken zijn. Ja. En dat ze allebei... weer bloeien. Ja. Ja, dat is gewoon heel dat mooi. Dat de moeder ook zelf dingen doorbreekt, zeg maar. Ja, ja. Ja, het gaat niet 1, 2, 3, maar... Ja. Ze hebben een reis gemaakt, als het ware. En dat ze er allebei gewoon goed uit zijn gekomen. Ja, dat was en elkaar mooi. Nog meer hebben gevonden. En zelfs moeder de dingen nu ook. Zo van, nee, ik sta op mijn strepen. Ja. Als ik ergens niet wil doen, ik doe de dingen voor mezelf. Mm-hmm. Opleiding begonnen. Ja, dat zijn hele mooie dingen natuurlijk. Zijn er dingen dat jij denkt van... dat je hebt meegenomen vanuit je familie of je moeder... en dat je zegt van, oké, maar dat ga ik niet meer doen. Heb je daar voorbeelden van? Dat je zegt van, oké, dit heb ik echt doorbroken. De ander pleasen. Ja. Heel veel pleasen en heel veel dingen doen... terwijl ik eigenlijk denk van, nee, dat wil ik helemaal niet. Ja, op welk moment had je door, shit, ik ben mijn moeder... En die vraag stel ik ook aan jou. Welk moment dat je door... Shit, ik ben mijn moeder. Ik ben mijn moeder omdat ik het altijd wil dat iedereen het goed heeft. Ja. Ik wil altijd dat iedereen het goed heeft. Echt, dat vind ik zo belangrijk. En dan denk ik, oh, ik hoor Lucia. Ja. En als ik in de spiegel kijk. Ja, ja. Ik kreeg deze spiegel van mijn kinderen voor... mijn moeder die had zoiets van, ik ben de ouder en ik ben degene die beslist. Dat was nooit een waarom of daarom. Je bent mijn kind en je hoort naar mij te luisteren. Klaar. No matter what. Je moet gewoon naar mij luisteren. En mijn kinderen, ik heb dit een keertje bij mijn kinderen gedaan, die vroegen wat. En toen zei ik van, ja, maar je bent mijn kind en je moet naar mij. Dat is gewoon respect. Maar mama, dit heeft niks met respect te maken. Dit heeft te maken met, ik zeg wat en u luistert gewoon niet. U gaat er gewoon overheen. Oei, ja, die kwam binnen. Toen dacht ik van, oké. En toen zei hij nog wat. Als u schreeuwt, het komt niet aan. Ik hoor niks. En dat had ik echt van mijn moeder. Ja. Dus als ze niet luisteren, ga je nog harder schreeuwen. En dat hoeft u niet meer te doen. Dat komt niet aan. Echt, die spiegel, oei. Ja, die was hard. Ja. Die mijn was moeder zei ook altijd zo van, je bent mijn kind, hè. Je bent gewoon mijn kind. Kind, hè. Ja. Ik heb niks te maken. Je bent mijn kind. Ja, ja. Vroeger luisterde je. Dus ook al krijg je die disrespect van haar. Je bent mijn kind. Je hoort het gewoon. Ja. Neem het. Zo, hè? Ik was gewoon 31. Ja. 20 is je zaak. Ja. Nee. Ja. Ik ben jouw moeder. Ja, ja. Ja, het zijn hele mooie dingen wat je dan, waar je toch over na gaat denken. Ja. En ik moet wel zeggen, die aflevering met Nienke en Priscilla. Zoveel tranen, hè? Ja, Het was een...
om het te maken, als maker zijn en ernaar te kijken, ja, was het heftig, maar ook weer mooi. Want deze twee dames hebben elkaar gevonden. Ja, mooi man. En ze kunnen samen kunnen ze nu krachtiger tegen de wereld. Ja, ja. Supermooi. En gaan strijden. En nu eindelijk wachten op die man die wel bij hun hoort. Ja. Ja, ja. En die openheid ook. Ja. Echt de openheid. Ja, lef. Ja, ja. Het lef die hebben. Openheid om dit te vertellen. Ja. En die veerkrachtigheid wat je daar zag. Ja. Echt heel mooi. Ja, ja, ik vond hem ook heel mooi. Het was onverwachts groots ineens, vond ik. Hey, toen maakten wij de switch, na PTSS maakten wij de switch en toen gingen we met mannen praten. Ja. Twee afleveringen met mannen. Nou, maar weet je wat het is, Leo? Ja. Het was dus al een op mijn verlanglijstje en we hebben het al eerder over gehad. Ja. Omdat je hoort je jou zeggen. Hoor. De ik vind de man, nee, maar dat wil ik niet. Ja, maar dat, aan mijn leven, over best friend. En je had zoveel regels in alle af, zoveel regels voor jezelf op te zetten. En ik had iets van, je moet het gewoon van mannen horen. Ja. Jij moet van mannen horen. Ja, omdat het was een eye-opener voor mij. Omdat je niet deed, met wie moet je dan bespreken? En met je jongens ga je het niet doen. Nee. Klopt. Nee, en al die andere vrienden die je hebt, die wel in je broek willen, die heb je gefriendzoned. Ja, allemaal friendzoned. Ja, dus dan ga je dat gesprek ook niet aan. Nee. Want dan dat is al verkeerd. Als je bij mij in de friendzone zit, dan zit je al verkeerd. Yo, die man heeft alleen maar leuk gezegd wat van friendzone. Je gaat daar nooit meer uit. Slot. Je gaat daar niet meer uit. Maar wat heb jij daaruit op? Wat heb je ervan geleerd? Heb ik meegenomen? Ik ga wel een clip laten zien waarvan ik denk, zo, dat die kwam aan. Ja, dus die gaan we even kijken. Als vrouw moet je gevonden worden trouwens. Ja. Zo is het toch? Ik bedoel, wij mannen zijn van nature jagers. Dus als ik je leuk vind, kom ik vanzelf wel naar je toe. Ja, als jij een man moet benaderen, gaat het al fout. Ja. Want als jij moet benaderen, is het of een somberloli die gewoon niet durft te praten of hij weet niet wat hij moet doen. Ja. Like, als ik je leuk vind, kom ik naar je toe, halen. Yeah. Zorg dat jij prepared bent en er op een manier uitziet, als zie je er helemaal slecht uit. Ik bedoel, if my eye attracts you. Yeah. En je valt eigenlijk niet echt op uiterlijk, het gaat om ziel. Het is een zielsconnectie en you just know. Wauw, lauwe clip. Ja, echt hè? Ja. Wat ik daar zo mooi van vond, is dat ik altijd vond, oh nee, ik moet nog een beetje afvallen. Of ik moet nog een beetje zo. Ik moet nog een beetje meer make-up. Of ik moet een beetje meer met hakken lopen. Ik moet deze soorten kleding dragen. Hoor jezelf. Weet je, ik ging dan helemaal aan mezelf twijfelen van, ja, daarom vind je geen man. Ja, zie je? Je bent weer die chocoladetaart aan het eten. Kijk, je wordt gewoon man. Zit je weer te eten? Zit je weer te kanen? Nou, dat soort dingen gingen dan door mijn hoofd. En toen hij dat zei, dacht ik, het maakt niet uit hoe ik eruit zie. Als een man mij wil, dan gaat hij ervoor. En dan komt je halen en dan laat hij niet meer los. Ja, dat. Hij zet de tanden erin. Ja, serieus. Ja, dat. En dat vond ik heel mooi in die clip. Ja, wat ik me ook dit is een ander clipje, welke ik ook zo mooi vond. Want de heren waren, twee van de heren aan tafel, Jasper en Livia, die hebben allebei kinderen. Ja. Mm-hmm. En dat Livio zei, dit is me bijgebleven, dat Livio zei, ja, ik zeg, die moeder van dat kind haalt zoiets van, ja, oké. Okay. Hij zei, maar een dag werd ik wakker en ik keek naar links en ik denk, ik mag jou gewoon niet. Ja, nog steeds. Je was heel leuk. Terwijl hij wilde het proberen voor het kind. Hij zei, maar ik mag haar niet. Ja. Dus waarom moet ik het proberen? Nee, ik ga het niet worden. Ja. Dus hij zegt, dat was de band met mijn kind het belangrijkste. Ja. Hij zegt, en het feit is dat wij als vrouwen moeten leren om een man als koning te behandelen en niet gelijk gaan. Ja, maar dan moet hij dit en dan moet hij dat. Nee. Ja. Laat hij ook een man zijn. Ja. Laat hem hoeven de ruimte. Niet masculine dat te is het. We hoeven niet te battelen. Nee. Ja. Weet het is je? Geen concurrentie het is in geen relatie. Concurrentie in een relatie. Ja. Ja. Weet je, laat die koning gewoon de koning zijn. Ja. En dan zorg dat jij je als koningin blijft gedragen. In die zin van, don't let it hang loose. Ja. Niet altijd dat strakke pakje aan en opeens als hij in je huis komt wonen, dat je alleen maar joggingpak draagt en je bij haar is los. En, weet je? En je hoeft niet meer je tanden te poetsen. En, niemand heeft tijd. En daarmee te doen. Blijf sexy. Blijf altijd sexy, man. Ja. Zodat hij in zijn mannelijkheid altijd de man kan blijven. Ja, zeker. Dat heb ik wel meegenomen. Dat hebben ze echt meegegeven. Jasper vond ik ook fantastisch. Ja. Gaaf gast. Maar weet je wat leuk is aan die drie heren? Die drie heren hadden alle drie gehoerd en gesloerd. Dus ze hebben verschillende soorten van vrouwen. Ervaring. Ja. Van vrouwen. Ja. Dat ik denk van, oké, dit komt van real. Ja. Real. Ja. Realness. Ja. Ja. En het is hetzelfde als ik nu bijvoorbeeld, en voor had zat daar en die had het over zijn relatie. Ja. En ik mag het nu hardop zeggen, denk ik. Als we maar voor het getrouwen. Wat fantastisch. Hij gaat trouwen. Ja, nice. Hij gaat in supermooi. September, eind september gaat hij trouwen. Ja, maar mooi. Hij heeft ook gezegd van, hij gaf ook aan van, we hebben te hoge verwachtingen. Ja. Dat was een eisenlijstje. We zetten eisenlijstje. Te hoge eisen. Ja. We gaan even naar die clip kijken. Vond ik wel leuk om voorhand even in de zonlight. En even in de spotlight. Ja. Maar ik zie bij jullie de verwachtingspatroon
ja. is zo enorm hoog. Ja. En ik weet nou niet of dat door het leven komt, door sociale media, door jouw vriendenkring met wie jij omgaat. Het verwachtingspatroon ligt veel te hoog. Ja, het was een leuke combinatie, die drie mannen. En op een gegeven moment hebben we nummer 11 opgenomen. En dat was met Marciano. En ik vond het mooi dat Marciano ook zei van dat hij op een gegeven moment... hij heeft kinderen. Ze hebben, Jasper en Marciano hebben allebei kinderen. Op een gegeven moment zei hij van dat hij een dochter kreeg. En dat hij dacht van, oh man. En dat ze nu tiener is en dat hij zoiets heeft van... Oké, schat, nergens. En Fouad reageerde nou op. Dus dat werd een beetje een discussie. Laat gaan, geef verwachtingen en noem maar op. Nee, maar het hele ding is, wat hij alleen maar wil doorgeven... je weet hoe je zelf bent geweest. Ja. Waarom denk je dat anderen anders zullen zijn? Ja, vooral, dat is wat hij meegaf. Ja, van maar de mannen dan. Hebben dat meestal met hun dochters... dat ze dan gaan beschermen, want ze hebben zoiets van... Maar, ik weet wat ik heb gedaan. Maar dat is hypocriet. Ja, heel erg hypocriet. Heel erg hypocriet. Ja, ja, zeker ja. wel. Want, maar het waren wel twee innoverende afleveringen... omdat ik mezelf daartussen kon zetten en denken... oh ja, oké, okay, zo kijk ik ook wel soms naar dingen. Ja. En maar sommige dingen zijn heel ver van mijn bed. Want ik bedoel, lijstjes, ja... Ja. Ik ja, maar vooral ook ver van mijn bed, hoor. Dingen dat ik dacht van, nee, daar heb ik helemaal niet over of nagedacht. Nee, maar dat is het ook. Heel veel dingen dacht ik niet. Perspectief, ja. echt. En dat was heerlijk om dat te kunnen beleven. Ja. Van dichtbij. Want ze waren zo openhartig en eerlijk. Ja. ja. En het smaakt zeker wel naar meer. Ja, zeker. Zeker om met hun En ik vraag me af wat de dynamiek gaat zijn als we dit met mannen en vrouwen tegelijk doen. Oeh. Dat lijkt me lastig aan de ene kant, want... Ergens krijg je altijd weer die seksualiteit die gaat spelen. Ja. Zit er een te lekker wijf bij, dan gaan al die mannen op haar en de rest wordt dan niet gezien. Ja. Zit er een man bij die, of misschien rijkelijk... Zorgen dat er genoeg interventies zijn. Ja, maar ja. Weet je, het balans. Dus balans, de keuze in de gasten moet gebalanceerd. Moet gebalanceerd zijn. Ja. En ik weet dat vrouwen soms heel erg in hun masculine energie willen zitten. Ja. En alles gaan twisten wat mannen zeggen. Ja. Dan heet het gewoon ruzie willen zoeken omdat thuis... had hij je brood erom opgegeten. Dus ga je hier maar ruzie zoeken, maar thuis was het vervelend. Ja, precies. Nou, het mooiste, even als laatste, wat ik heb meegekregen, is toen ik vroeg van, wat denk je, wat voor man past bij mij? En toen kreeg ik de vraag terug, wat voor man denk je dat bij jou past? Dus daar moest ik even over nadenken. Ja. ja, want ik denk van, oh, dat krijg ik dan van hun? Want ik heb al zoveel tips en adviezen gekregen. En, ze lieten jou denken. Ja, ze lieten mij denken. En dan, toen dacht ik, oh, ja, jeetje. Dat. Ja, dat is confronterend. Dat is confronterend. Maar wat ik wel nog wil zeggen, want we zijn denk ik bijna aan het we einde. We zijn bijna van aan het einde. Ja. Leeuw, dit seizoen, you rock dit man. Ja, ik heb je zien groeien en zien bloeien. Ja. En het smaakt echt naar meer. Ja. En ja, ik vind dat je dit kan. En ik vind dat je dit goed doet. Ja, dankjewel. Serieus. En ik heb zoiets van, zijn er mensen die nu kijken die denken van, sponsoring is altijd welkom om het te kunnen maken? Ja, zeker. Serieus. Zeker. Ja. En Ariane, ik heb jou van de stylisten die ik wist die je was, ook een productieassistent zien worden, maar ook de regie over zien nemen. Ja. You did that. You rocked, man. Ja. Dus we zijn nu zoveel markten thuis dat we met z'n drieën, met de jongens van de productie natuurlijk, zeker, een keihard goed team zijn. Ja, dus shout-out naar de jongens van de productie. Sowieso, hè. Oeru Media, rocks. Serieus. Ja. Really dus ik heb zoiets van, ik wil alleen maar mijn dankbaarheid daarvoor uitspreken. Ja, serieus. Dankjewel. Jij, Arjan, als laatste nog. Ik zag jou gewoon stralen ook. Jij deed gewoon wat jij... je weet zelf, we praten veel. Ja. Zijn van 2024 gaan we dingen zetten. Mooi, mooi. We hebben ze gezet. Ja, super. Nee, ik vond het echt super leuk om te doen. En ik had het niet gered zonder jullie. Dat moet ik echt erbij zetten. En zonder de redactie, de jongens daarachter, alles. En de Rotterdamse vrouwen inderdaad, die we hebben uitgenodigd. Ja, dus allemaal ontzettend top. Bedankt. Allemaal Alle top. Dames. Hey, ontzettend bedankt dat jullie mee hebben gedaan aan deze verhalen. Hebben gedeeld, maar ook heel open waren en de veerkrachtigheid ook hebben laten zien. Als je de aflevering nog niet hebt gezien die ik heb genoemd vandaag, ga terugkijken, want ze zijn zeker de moeite waard. En hopelijk tot volgend seizoen. Dit was Femex Oetaboe. Ja, en even zorgen dat ik je even om Open Rotterdam ook bedankt voor je vertrouwen. Super bedankt. Serieus. Serieus. Ja, serieus. Echt. Goed vertrouwen. Echt. Dankjewel. Ja, zes een lobby. Tot de volgende seizoen. Peace. Doei.